Sommige mensen beweren dat zonnebrandcrème gif is. Je niet insmeren in de zon, dat is de hype die na niet vaccineren nu rondgaat in bepaalde kringen op internet. Maar wat is hier nu van waar? Huidkanker is in Nederland met afstand de meest voorkomende vorm van kanker. Het risico hierop kun je beperken door jezelf te beschermen tegen de ultraviolette straling van de zon. Dit kan je doen door jezelf te bedekken, maar voor de blote huid is er eigenlijk maar één oplossing. En dat is zonnebrandcrème smeren. Ik ben Helene Kibbelaar, scheikundige. En hier in de werkplaats ga ik jou uitleggen hoe zonnebrandcrème werkt en wat er precies in zit. Zonnebrandcrème is een crème waar stofjes in zitten, UV-filters noemen we die, die je huid beschermen tegen de ultraviolette straling van de zon. Het is namelijk die straling die ervoor zorgt dat je huidkanker kan krijgen. Wat wij zonlicht noemen is maar een klein deel van de straling die de zon op ons afstuurt. Er zijn verschillende soorten stralingen. We hebben een straling met hele grote golflengtes, infraroodstraling. Deze zien we niet, maar die voelen we wel. Dit is namelijk de stralingswarmte afkomstig van de zon. Daarna komen we aan bij de golven met de kortere golflengtes. Deze kunnen we zien, licht. Alle kleuren van de regenboog. Dan hebben we ook nog golven met de nog kortere golflengtes, ultraviolette straling. Deze zien we niet, maar ons lichaam reageert er wel op. Er zijn ook nog verschillende typen UV-straling. Zo beginnen we bij UVC-straling. Dit is de straling met de kortste golflengtes. UVC-straling kan dodelijk zijn, maar gelukkig houdt de ozonlaag hoog in de lucht deze straling voor ons tegen. Dan komen we aan bij de UVB-straling. Dit is de straling met de middelgrote golflengtes. Deze straling dringt niet heel diep door in de huid, zorgt voor de aanmaak van vitamine D en pigment. Maar als je hier te veel van krijgt, verbrand je en stijgt je risico op huidkanker. Je wilt dus zeker niet te veel van deze straling op je huid krijgen. Dan komen we aan bij de UVA-straling. Deze dringt diep door in onze huid, zorgt voor huidveroudering en verhoogt ook het risico op huidkanker. Het is dus erg belangrijk om jezelf goed te beschermen tegen de UV-straling van de zon. En niemand is van nature goed genoeg beschermd tegen UV-straling. Pigmentatie, oftewel het bruin worden van de huid, is een afweerreactie van de huid. Dit levert enige bescherming, maar is zeker niet voldoende. Om jezelf dus echt goed te beschermen tegen UV-straling, is het noodzakelijk om zonnebrandcrème te smeren. En dit is hoe zonnebrandcrème werkt. Dit is je huid. En dit is de zonnebrandcrème, die als een laagje op je huid ligt. Als de zon op de zonnebrand terechtkomt, wordt de UV-straling niet weerkaatst, maar wordt deze geabsorbeerd door de zonnebrandcrème voordat de straling op je huid terecht kan komen. De UV-filters in de zonnebrandcrème zetten de UV-straling om naar warmte, zo'n 0,2 graden. Op deze manier komt de UV-straling niet in je huid terecht. Je moet je beseffen dat alle zonnebrandcrème chemisch is en uit de fabriek komt. Er bestaat niet zoiets als natuurlijke zonnebrandcrème. En dat is ook helemaal niet erg, want chemicaliën hoeven namelijk helemaal niet gevaarlijk te zijn. Zo is water ook een chemische stof. En omgekeerd kunnen natuurlijke ingrediënten juist erg schadelijk zijn. Denk maar aan giftige paddenstoelen. Zonnebrandcrème smeren is niet gevaarlijk. Er is namelijk geen wetenschappelijk bewijs voor de schadelijke effecten van zonnebrandcrème die sommige mensen vermoeden. Het heeft bijvoorbeeld geen invloed op je hormoonhuishouding. Er is wel een Amerikaanse studie die heeft aangetoond dat sommige UV-filters in zonnebrandcrème in je bloedbaan terecht kunnen komen. Maar in zulke lage concentraties dat dit absoluut niet schadelijk is voor je lichaam. We kunnen dus echt stellen dat het smeren van zonnebrandcrème beter is dan het laten verbranden van je huid. Zonnebrandcrème bestaat vaak uit meerdere typen UV-filters. Dit is omdat we een combinatie van UV-filters nodig hebben om ons tegen het gehele UV-spectrum te kunnen beschermen. Zogenaamde minerale zonnebrandcrèmes met zinkoxide of titaniumdioxide erin absorberen een groot deel van de UVA en UVB-straling. Zogenaamde organische crèmes met bijvoorbeeld oxybenzoon erin absorberen in een sterkere mate, maar alleen bij een bepaalde golflengte. Een goede zonnebrandcrème bestaat daarom altijd uit een combinatie van deze stofjes, die UV-filters. Veel mensen kiezen een zonnebrandcrème op basis van de beschermingsfactor. SPF 15, SPF 30 en SPF 50. SPF staat voor de Sun Protection Factor, ofwel de zonbeschermingsfactor. Hoe hoger de factor, hoe beter deze beschermt. Maar hoe goed moet je nou eigenlijk smeren? Daar kunnen we heel kort over zijn. Zo dik mogelijk. Alleen dan bereik je de bescherming die de SPF belooft. Voor ons gezicht staat dat gelijk aan 2 vingerlengtes. En voor de rest van je lichaam ongeveer de inhoud van een borrelglaasje. Maar daarmee ben je er nog niet.
Doordat je bijvoorbeeld zweet of doordat je tegen je kleren aanschuurt, verdwijnt de zonnebrandcrème langzaam van je huid. Daarnaast, doordat de zonnebrandcrème UV-straling absorbeert, wordt de werking ervan ook minder. Daarom krijg je altijd het advies om elke 2 uur te smeren. Of je nou juist kiest voor een duurdere zonnebrandcrème of een goedkopere, dat maakt voor de bescherming niet uit. Het is de SPF die telt, dat je voldoende smeert en vaak genoeg. Hoi, ik ben Annemarie en in de volgende aflevering vertel ik je alles over PFAS. Die chemische stoffen die langzaam maar zeker onze hele wereld vervuilen.